Ik had gewoon niet bij hem moeten blijven. Ik had je gewoon lekker zelf alleen dood moeten laten gaan. Waarom ben je dan bij hem gebleven? Ja, omdat je toch een team bent. Je beschermt elkaar. Hey kijkers, mijn naam is Terms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Entertainment Pack. Ik ben vandaag samen met Matthijs en Toby. Waar de fuck is Tobias nou weer? Die is hier doorheen gerend. Oh, je bent alweer weg. Nou, oké, dan komen wij er ook aan. Hallo, hallo. Oh ja, we moeten naar boven, want we gaan naar de... Dungeon. Het is nacht. Ja, waar is het, Tobias? Hier zo. Het lekt hier gewoon echt verschrikkelijk erg, jongens. Ja, door de quarry kunnen komen. Weet ik niet zeker. Oh, die damn. Je sloeg wel lekker zijn kop erop. Oh, ik ben er toch al een keer met Tobias geweest, volgens mij. Ja, ik kan je niet ingaan. Wat is er? Kijk wat. Wat moet ik zien? Zombie op een zombie park. All the night. Oh, nee, niet. Ik zie niks, hoor. Echt niet? Nee. Jij ziet nu die Tobias ergens tegenaan meppen. Ja, dat was een gewone zombie. Op een paard. Nee, op een paard. Nou, ik zag geen paard. Oh, oh my god, ik heb echt verschrikkelijk lag, jongens. Jullie kunnen rennen als een trein, maar ik niet. Matthijs niet. Ja. Kan Matthijs wel rennen als een trein. Matthijs kan rennen als een trein, ik niet. Ik kan rennen als een trein. Kijk, dit is voor mij rennen. Wat? Waar ben je? Ja, wij zien jou gewoon rennen. Ja, ren ik snel? Kijk hoe snel Tobias is. Ja, Tobias die is... holy shit, 3 Ender Pearls. Oh, nice. Kijk hoe snel die Tobias rent, wat een mooie lood. Ja, maar Tobias heeft het aanstaan, hè. Ik heb mijn suit aan. Hey, hier ben ik volgens mij al in geweest. Nee, we zijn erin geweest. Maar tot level 2 of 3 of zo, toch? Nee, tot level 1. Oh ja, dat was het. Wow, holy shit. Hoor je dat? Ja, dat is een weerwolf. Ja. Zo, die wordt wel echt goed in zijn billen gepakt, volgens mij. Oh, dit ziet er dope uit. Ja, deze is heel fancy. Tobias en ik twijfelden of we hierheen gingen verhuizen. Ja. Ja, maar ik denk niet dat het handig is, joh. Ik vind die bomen prima. Even kijken, ik moet even de sprint key. Wie kan me even verdedigen, want dit schiet niet op. Nou, er is hier niks, we hebben alles hier gekleerd. Dus... Waar moet ik dan heen? Waar moet ik heen voor het rennen? Ik niet. Minecraft. Minecraft sprint. Default, volgens mij. Sprint, toch? Ja, oh, die had ik hierop gezet. Sprint is even bij mij. Sprint is bij mij mijn muisknopje. Oh, je hebt mij. Dat was het, dat had ik ook gedaan, ja. Oké, ik heb hem weer. Kom maar, we gaan naar beneden. Ik heb het sprintknopje ook. Ja, ik wou net zeggen, we gaan gewoon naar beneden, joh. We hebben alleen even diamonds nodig. Ja, even kijken. Hup. Even hier checken. Ho. Nou, dan moet je niet voor gaan staan, malle appie. Ja, sorry. Oeh, kist. Oh, koper. Hey, een Material and Passion Grail Unfinished Do Not Use voor een portal gun. Wat? Hier, dit. Hier, pak het. Alsjeblieft. Oh, dat. Work in progress. Canyon wall. The fuck. Kijk, pas op voor die traps, hè, dat iedereen ontploft. Hier kan je vet snel naar beneden, jongens. Ja, weet ik. Maar ik wil eigenlijk even weten wat hier allemaal in zit. Want ik vind het... Hier zijn heel veel boeken ook. Hier is een kist. Lol. En een enderpearl en wat slimeballs. Ik heb hier uranium, neem het gewoon mee. En waarom niet? Uranium. Oh, je hebt hier die frozen troep. Freezerite. Daar kun je een ho van maken, hè. Ho? Een ho. Oh, een ho. Nou ja, hier was ik al geweest. Ja, willen we een jukebox? Ik denk niet dat het heel interessant is. Maar... Jij houdt wel van muziek toch, Tobias? Dus jij niet al. Jij van mij de jukebox hebben. Nee, ik hou ook wel van muziek, hoor. Hoppatee. Nou, wil je naar beneden hier dan? Hier is de trap al. Ja. Oba. Waar de hek zijn jullie dan? Naar beneden aan het gaan. Oh, daar. What the fuck? Ja, ik ren even door. Want er zit hier nog wat interessants, volgens mij. Dit is zo scheef. Is hier zeker wel wat interessants eten. Heel veel eten. Oh, ik heb wel cooked vis gevonden. Geen ralvis. Ja, klote vis. Matthijs, achter je! Hoe? Wat zeg je dan? Wat zeg je dan? Blind balls, ja, wegwezen. Dragon egg. Echt? Ja. Wow, what the fuck? Matthijs, jij bent echt de grootste... Ik zei nog wegwezen. ...koekenbakken die er is. Oh my god. Ik heb 3 keer gezegd wegwezen. We spannen overal creepers. En als ze creepers spannen, wat gebeurt er dan? Boom. Oh, Dragon Egg! Oh, dood. Ah, nice. Portal is hier ook weg. Hoe komen we thuis? Lopen. Daarheen. Ja, hoe ver is dat van die lopen? Filmbox. We hebben niet eens eten. Wacht, wie heeft de portal geplaatst? Ik. Matthijs. Ja, dan is hij weg. Hij is doodgaan. Oh, Matthijs, je bent een sukkel. Oh. Jammer, hè. Als je doodgaat, gaat de portal weg? Ja. Dus als ik nu doodga, dan kom je nergens meer. Er is kans dat... Matthijs... Wacht, heb jij de portal van... wie heeft de portal geplaatst vanaf de boomhut naar... Met Tobias. Ik. Oké. Al was die ook weg. Ja, ik weet niet waar de huisje zit sukkel. Namelijk. Ja, echt een sukkel. Ik had gewoon niet bij hem moeten blijven. Ik had je gewoon lekker zelf alleen dood moeten laten gaan. Waarom ben je dan bij hem gebleven? Ja, omdat je toch een team bent. Je beschermt elkaar. Nou, Matthijs... Ja, maar je hoort toch TNT? Ja. Hoorde je geen TNT? Nee, later pas. Ik hoorde het echt al 20 seconden voordat het afging.
Tobias, heb je onze spullen daar nog liggen? Nee, die zijn weg. Alles! Ah, ik weet niet. Is er een grave? Ik hoop het. Bouw alles dicht, zodat je zelf secure bent in ieder geval. Ja, ik kan deze zombies wel aan, maar... Oh, Matthijs. Heb je nou nooit geleerd van een vorige ding is dat je niet zomaar een kist moet openen waar je geen goed gevoel bij hebt of gravel bij ligt? Ik had er niet een slecht gevoel over. Ja, ik word gedamaged door niks. Oh. Als je een dragon eye vindt, dan weet je toch sowieso gauw dat het gedonder is. Of gast, we hadden een hele bunker gevonden met 9 dragon eyes. Ja, maar dat is dat geen waren de dungeon. Ja, maar dat dragon eye, dat zegt niks. No. Oké, okay, ik word aangevallen door niks. Dit is echt heel raar. Au, ga weg. Oh, dit is wel cool, zo'n fancy, zo'n appelboom. Dit moet ook in vanilla komen. Een appelboom, ja. Ja. Ik vind appelboom is wel fancy, hoor. Mhm, zeker. Oké. Oh, wat een wandeling naar huis, zeg. Kanonnen allemaal. Hey, kijk, er is hier een meteor ingeslagen. Wow, er is hier een netherding. Ja. Het zijn er twee. Kijk, dat is 1 en dat is 2. Waar is 2? Helemaal boven. Oh, jezus. Incest. Meteor incest heet dat. Aha. Oh my god. Ik vind Matthijs echt de grootste koekenbakker momenteel, even die er is hoor. Nou, doe er wat aan. Oké, ik gooi je in de pan. In de pan. In de pan! In de pan. Nou, het zou heel erg aan mij kunnen liggen hoor, maar ik word gewoon gedamaged door niks en er ligt niks meer van jullie. Nee? Nee. Oh, Matthijs, al onze powersuits, al onze diamonds missies, alles weg. Oh, iets meer naar links. En omdat jij zo nodig in alle kisten moest gaan kijken. Ik moest zo nodig in alle kisten kijken. Schuldig. Zeker. Mensen, laat in de... In de hashtag, laat in de reacties achter hashtag blame Matthijs. Oh, doe dat maar. I don't mind. Lul. Hé, er is hier ook nog een ding. Hebben we deze al gecheckt? Wat? Ja, vast wel. Nee. Jij was zo graag overal in, dus het vast wel gedaan. Deze niet, toch? Nee, ik kan niet. Deze komt me namelijk niet bekend voor. Waar moet ik eigenlijk heen, naar huis? Ja, als je op M klikt. Ah, ik zie het al. Je bent gespand. Ik zie wel bijna waar ons huis is. Ja, ik ben er ook bijna. Ik heb nog net genoeg eten. Dat een peer. Oh, Matthijs, je bent echt een koekenbakker. Come again. Maar Tobias, ga even naar je broer en geef hem een klap op zijn achterhoofd. Vraag of hij op zijn achterhoofd gevallen is. Oh, maar het is hij sowieso wel. Volgens mij zijn we dat allemaal wel. Ja, wat, bij jullie thuis? Nee, iedereen. Oké, iedereen is op zijn achterhoofd gevallen. Mensen, blijven wel recht in je stoel zitten of op de bank liggen als je dit kijkt. Ik ben ondertussen deze hele dungeon in mijn eentje aan het kleren. Niet te ver achterover hangen. Oh, ik kan me nog wel één keer goed herinneren dat ik soort omhoog ben gevallen. Ik kan me ook nog herinneren dat ik een keer vol op mijn staartbordje ben gevallen. Dat deed pijn. Ik loop door die boom heen en ik zie een enorme draak staan hier zo. Ja, holy fuck man. Ze zijn allemaal naar beneden gesprongen. Ja, weet ik. Wee, draakjes! The devil. Is dit uit een lucky blok gekomen? Nee. Oh, je dit heeft Matthew gedaan zeker. Ik heb geen idee wie dat heeft gedaan. Wat? Nou, er is geen kist meer daar. Nee. Oh, dat zijn we zo fucked. Matthijs, dan moeten we weer armen maken. Allemaal dankzij jou. Zucht. Oh, je hoofden, weet je wel. Ik geef je hoofden niet. Wat zei je, Tobias? Je hoofden die van zombies afvallen, weet je wel. Oh, jij bent nog bezig gegaan in ja, je eentje. Ja, ik ben ondertussen bijna dat hele ding aan het... heb ik bijna het hele ding gekleerd. Deze zijn voor mij. Jammer dan. Die hele level heb ik gekleerd bijna. Deze zijn sowieso van mij, hier krijg je niks van. Ah, die zijn van mij. Nee, ja, die zijn nu van mij. Oh. Jammer dan. Als je maar niet iedereen moet vermoorden. Ja, helemaal mee eens. Ja hoor, ja hoor. Ja, helemaal mee eens. Motherfuckers. Waarom nou weer motherfuckers? Jij hebt iedereen gekilled. Behalve mij. Behalve Tobias, inderdaad. Maar omdat je het zo aardig vraagt, Matthijs, hier. Kijk eens wat voor je ligt hier, alsjeblieft. Hé, hey, dankjewel, sympathiek. Nee, ambitieus noemen we dat. En kijk eens, Matthijs, wat ik hier nog meer voor je heb. Oh ja. Kan jij hem dan trouwens niet beter aannemen? Hier, Matthijs. Zien mijn kleurtjes erop kijk zitten. Eens. Hier. Dankjewel. En omdat je het nog zo aardig vraagt. Zo. Als je een nieuwe maakt, hou die dan voor jezelf. Hou je mond even! Door jou zijn we dood! Getsy, Derry. Ga die nog even mee bemoeien terwijl ik alles voor hem maak. Ik wel, hoor. Tobias, wat zeg je daarvan? Ja, ik vind het niet zo heel erg. Ik had gehoopt dat je me steunde. Nee. Tegenvaller. Kijk eens in deze ook voor jou hier. Zo. Kunnen jullie anders ook van die golden bags of holding maken? Zie ik eruit als de kerstman. Ja. Golden bag. Of in ieder geval één. Want er zit hier heel veel loot, alleen ik kan het niet meer. Oh, dan moeten we weer wol en alles gaan verzamelen. Dat hebben we niet. Oh, je kan hem ook nog shiny maken. En wat heb je daarvoor nodig? Magical wood. Wood? Magical wood.
Oké, daar gaan we, ja. Gaat wel een diamond kosten, hè, Tobias? Ja, eentje. Maar dat maakt niet heel veel uit. Oké. Wol. Nou, we hebben genoeg wol, gelukkig. Oké. Matthijs, maak je even een kist? Gewoon een chest? Ja, dan maak ik even gold. Maak ook even een gouden blok. Oh, dat doe ik wel dan. Goud hebben we genoeg in ieder geval. Gold blok, ik heb hier zo. Heb ik al. Heb je al? GG, man. Ja, nu heb ik alleen nog een kist. Ah, hoppa. Hier heb je een kist. Doe maar in, doe maar in. Oh ja, nee, ik heb zo gedaan. Aan jou gegeven. Ik zie niks. Ah, lol. Doe hem in het midden. Ja, ik weet niet of jij het item er nu nog uit kan pakken. Nee, nou dan pak jij het. Oh, als je nog meer kisten erin doet, dan hebben we nog meer. 1, 2, 3. Voel ik me in één keer een kluns door Matthijs. Dat ze gewoon dood zijn gegaan. Nee. Oh. Nou, hoeveel golden chest of bags of holding heb je nu? 3. Ja, neem jij er maar 2. Au. Ja, maar we hebben geen wapen, dus we moeten sowieso weer wachten op de volgende keer. Yeah. Tobias, je moet thuiskomen. Of heb je een zwaard gevonden voor ons daar? Nee, er ligt echt helemaal niks meer. We hebben alles is op. Ja, alles is op. Ja, maar dat zwaard is niet sterk. Nou, potverdorie. Nee, die is niet sterk, geloof me. Ga maar op mensen met armen hakken. Dat duurt jaren. Nou, potverdorie. Mensen, allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe modpack. Hashtag blame Matthijs in de reacties graag. Hoe meer, hoe mogelijk. Grandos. Hopelijk zie ik jullie bij de volgende modpack. En zeg ik tegen jullie mensen, ciao! Yo!